de dienst in de zin van, oh, dit. Ja. Ik voel dramatisch, gewoon letterlijk. Omdat je verhaal op de veel met mensen, met andere stukken van mensen ook meegedacht van hey, wat kan je er nog aan toevoegen en zo. En dat vond ik ook heel erg leuk. Ik word door de miner heel erg geïnspireerd om andere dingen te bekijken die ik normaal gesproken nooit zou bekijken. Het museum van het Katharijnenconvent waar we heen zijn geweest. Aan de ene kant was daar heel veel oude religieuze kunst. Maar aan de andere kant was er ook hier en daar een stukje moderne kunst in te vinden. Om af en toe een nieuw stukje moderne kunst daar te zien. Het deed me nadenken over wat die kunst eigenlijk betekende en wat het verschil is tussen klassieke kunst en moderne kunst. Welke ik echt het meest interessant vond, dan was dat de voorstelling van Bot, dat is muziektheater. En ik had van tevoren al filmpjes bekeken daarvan en ik dacht, oh nee, waar gaan we nou weer naartoe met de miner? En eenmaal toen ik daar was, ik werd zo in hun verhaal meegezogen en ik vond het zo knap hoe ze van hele simpele voorwerpen en van hele simpele tekst op het eerste oog, dat ze zo'n diep verhaal vertelden. Dus het verraste me heel erg en daarom vond ik dat, ja, denk ik echt heel interessant. Nou, ik ben in blok 1 ben ik op reis gegaan naar Dublin, naar Ierland. En dat was echt heel gaaf. Ik had bijvoorbeeld als opdracht gekregen sowieso om iemand iets te leren wat je zelf heel goed kan. Dus ik was naar iemand toe gegaan en ik had hem geleerd om te beatboxen. Alleen dan de makkelijke variant, dus poffertjes, krekkertjes. And then you leave the A and the O leave out. So it is en toen zei mijn dramadocent zei, oh leuk. Maar ga je dat ook, of kan je dat ook in een groep aanleren? Daar heb ik echt een hele middag over gedaan om een groep te zoeken, om een soort van over mijn eigen grens heen te stappen. Van ik ga nu op een groep afstappen en mensen dat aanleren. Poffertjes, dat waren wel uitdagende opdrachten. Wow, you are so good! De eindvoorstelling Mist die we gespeeld hebben in Cultura is eigenlijk heel erg gegroeid gedurende de miner. Veel met mijn klasgenoten erover gehad, veel geoefend ook. En je merkte wel dat we aan het eind van voordat de voorstelling er echt was, toen iedereen echt wakker werd en ging oefenen en alles ging opschrijven en er echt aan werken. Maar op een gegeven moment, door de input die we met elkaar hebben geleverd en het proces waar we naartoe gewerkt hebben, is die voorstelling er toch gekomen. Ik was ontzettend trots toen op studenten, wat zij neer hebben gezet. Ik vond het heel mooi om naar ze te kijken, dat ze allemaal in de spotlight stonden. Was het meer op jezelf gericht van hey, wat vind jij kunst en wat vind je niet dat kunst is? En waren als je kijkt naar de stukken die mensen hadden, waren ook veel persoonlijker. Of meer dat ze gerelateerd waren aan persoonlijke thema's. En in blok 2 hebben we eigenlijk meer de ruimte gehad om één ding te kiezen en daar verdiepend mee bezig te zijn van onszelf. Carmen en ik en ook de andere docenten dachten van kunnen we niet tijdens deze minor vanuit twee perspectieven, dus vanuit de neurologie, vanuit de hersenen en vanuit de kunst, naar belangrijke thema's kijken voor de toekomst. Het festival heet Vechten of Vieren en het gaat eigenlijk over alle technologische ontwikkelingen die we hebben en of je daar blij mee moet zijn. Of moet je denken naar alle doemscenario's, dat robots de wereld overnemen, moet je daartegen vechten. Het woord ontmoeting is wel belangrijk voor mij. Dus tijdens deze miner krijgen we heel veel ruimte om bezig te zijn met datgene waar je zelf enthousiast van wordt. En een van de lastigste dingen is om samen als groep toe te werken naar één eindproduct. In dit geval één festival waar we naartoe werken. Ik vind het heel fijn dat we op verschillende manieren iedereen persoonlijk bezig kunnen zijn. Thank you.
De think tanks, die vond ik wel leuk, want dan kon je gewoon de hele tijd met elkaar erover praten van joh, waar ben je mee bezig? En dat hielp wel, zeg maar, om van anderen inspiratie te krijgen en om daardoor zelf inspiratie te krijgen. Nou. Dan heb ik nu achter een meneertje. Ik wil overbrengen in de kunstminor bij studenten dat ze doorhebben dat als ze bezig zijn met kunst, dat ze niet bezig zijn met het vertellen van een verhaal of het maken van een illustratie bij een verhaal wat ze hebben, maar dat ze één worden met het beeld of het theaterstuk, maar ze één worden met dat wat ze aan het onderzoeken zijn en dat daar het beeld of het ding samenvalt met de persoon die het maakt en dat ze gaan oppakken. Dus dan heeft het allemaal geen verklaring meer nodig, maar het valt samen. Dat ze erin geloven in dat wat ze gemaakt hebben. Procesbegeleiding was eigenlijk dat je gewoon met z'n allen zat en dat je eigenlijk allemaal gewoon aan de slag ging en dat de begeleiders er gewoon bij waren en zeiden van joh, waar kan ik je mee helpen? En nou ja, eigenlijk gewoon in je proces aan de slag zijn en dat werd begeleid eigenlijk. Heel simpel, procesbegeleiding. Voor de tekst die voor zichzelf spreekt, maar de manier hoe jij het aan elkaar knoopt, maakt dat het, vind ik, heel eigen is. Ik vind het wel spannend om op het festival mijn eigen werk te presenteren, omdat nou, je laat toch iets zien waar je lang aan gewerkt hebt en je hoopt dat het dan, nou, je krijgt sowieso een cijfer voor. Maar je hoopt dat de mensen die het dan zien, dat die het ook begrijpen en dat ze er dan iets mee kunnen. Dat ze aan het denken worden gezet of dat ze het leuk vinden of dat het iets met ze doet. Die lopen vanaf 7 uur hier rond en zullen ook een reactie geven op wat ze hebben gezien. Van harte welkom, heel fijn dat u er allemaal bent. U gaat zo meteen kijken naar een interactieve theatervoorstelling. Toot-a-t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 oot